Al jaren weet je niet meer wie ik ben. Terwijl ik mooie dingen van je ken. Breda Nu. Je weet het meteen. Thijs van der Molen schreef een nummer over Alzheimer. Wij spraken de zanger over het ontstaan van dit nummer. Kwam een oude schoonmaatje mij tegen Charlie, helemaal in tranen. En ik denk, wat is hier aan? Ik zeg, Charlie, wat is er met jou, jongen? Hij zei, ja, ze blijft alsmaar dag meneer tegen me zeggen. En ze was Nelke, zijn vrouw. En het liet me niet meer los. Ik denk, ik ga er een liedje over schrijven. Dat was in één nacht, dat vloog er zo uit. Want ik ben natuurlijk niet Nederlands beste tekstdichter en schrijver. Maar als het erop aankomt, dan kan ik dat toch wel. Nou, en het heeft tegenwoordig enorme aandacht, Alzheimer. En ik denk dat de wetenschap ook erg grote vorderingen maakt. We zullen er wel nooit van afkomen. Maar het gaat natuurlijk miljoenen mensen aan. En toen hebben Frans Hoornik en Frans van Nispen, dat is meneer Miekim, Frans van Nispen en zijn vriend Joyce, die doet dan de plugging. En die hebben daar een prachtige clip van gemaakt. Staat inmiddels op alle downloadkanalen en YouTube. Dus daar ben ik erg blij mee. Maar het is natuurlijk een prachtig verhaal door de jaren heen. Want ik heb natuurlijk een hele hoop gekke dingen gedaan. En dit is misschien wel het gekste. En voor mij het meest aangrijpende. En er is natuurlijk ook een prachtige cd uitgebracht. En helemaal door de meester zelf geschreven. En gecomponeerd. En Ferry Smans heeft het opgenomen op gitaar. All instruments. Hij heeft ook de brushes gedaan. En bij Ferry hebben we dat opgenomen. En ik heb het ondergebracht bij Mikim platenlabel. En nu maar kijken wat er van komt. Al jaren weet je niet meer wie ik ben. Terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou? En dag meneer. Je kijkt steeds naar een foto aan de muur. Een foto van ons aan de Côte d'Azur. Je staart ernaar maar ziet het niet. En dat geeft juist de pijn. Een pijn die niet verzachten zal. Er is geen medicijn. Ook zijn er die momenten. Dan streel ik door je haar. Dan ben je weer mijn meisje. Mijn God, dat hoop ik maar. Al jaren weet je niet meer wie ik ben. Terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou? En dag meneer. Ik voel me leeg en ben ontzettend bang. Je koffer staat al dagen in de gang. Ooit stond die mooie koffer ook aan de Côte d'Azur. Maar dat is nu wel anders, dit is geen avontuur. Je gaat voorgoed het huis uit en komt ook niet meer hier. Maar toch blijf je mijn meisje, maar alleen nog op papier. Al jaren weet je niet meer wie ik ben. Terwijl ik mooie dingen van je ken. Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou? En dag meneer. Het lijkt je om het even, maar het is geen déjà vu. Dat zou wel mooi geweest zijn, maar de waarheid is van nu. Al jaren weet je niet meer wie ik ben. Terwijl ik mooie dingen van je ken.
Je blijft het alsmaar zeggen, iedere keer en steeds maar weer. Hoe is het nou? En dag, meneer. Breda Nu. Je weet het meteen.